lichte dag door Rodney Wingfield. Vertaling Lies de Wit. Vooruit, vooruit, hoe nou? Ziezo. Naar binnen. Wie is daar? Beweeg je niet. Zo. Nu kunnen we elkaar beter zien. Ik heb heel weinig verstand van jachtgeweren, maar ik ben er zeker van dat ik op deze afstand niet kan missen. Ja, ik geloof dat ik u beter even kan uitleggen. Legt u het maar aan de politie uit. Politie? Ik ben kolonel Fryett, mevrouw. Kolonel Fryett? Ja. Dit is toch wel het goede huis? Bent u juffrouw Pickering? Ja. Ik ben kolonel Fryett. Ik heb een kamer bij u gehuurd. Ik heb u toch geschreven. Hebt u mijn cheque niet ontvangen? Als u me belooft dat u mijn hand niet van mijn arm zult schieten, zal ik u de brief laten zien die u mij gestuurd hebt. Hier, kijk eens even. Alsjeblieft. Oh ja, ik zie het. Zo. Zou de artillerie nu misschien in kunnen rukken? Pardon? Nou, dat geweer. Oh ja. Ik bied u geen excuses aan, kolonel. Als het uw gewoonte is om door een raam naar binnen te komen, moet u daar ook met de consequenties van aanvaarden. Ik moest op een of andere manier binnen zien te komen. Het ging geen pijpen stelen. Ik heb eindeloos staan kloppen, maar niemand deed open. Wist toch dat ik vandaag zou komen. Ik had verwacht dat u op een fatsoenlijke tijd zou komen. Niet midden in de nacht. Ligt u niet kwalijk. 10 uur s'avonds kunt u toch moeilijk midden in de nacht doen. Ik ga vroeg naar bed, kolonel. Daar hoef ik u toch geen toestemming voor te vragen. Nee, tuurlijk niet. Dit is geen 4-sterrenhotel. Ik heb geen personeel dat dag en nacht beschikbaar is. Ik heb tot 9 uur gewacht en toen nam ik aan dat u niet meer zou komen. Ja, het spijt me dat ik u zoveel last heb bezorgd. Midden in de nacht gewekt te worden door de alarminstallatie is inderdaad erg lastig. Maar we zullen het maar als afgedaan beschouwen. Alarminstallatie? Ja, aan het raam. Oh. Dit huis ligt erg afgelegen en ik heb nog wel eens de antieke dingen. Een ervan is dat Persische kleed waarop u staat uit te druipen. Huh? Oh, neemt u niet kwalijk. Deze kant uit. Hier naar uw zin, heer kolonel. De badkamer is aan het eind van de gang. Hij is voor uw privé gebruik. O ja? Ben ik de enige gast? Nee, er zijn er nog 3. Hoofdzakelijk heren uit de betere standen, net als u. En Marie zit in de andere vleugel. Alleen u en ik zitten in dit gedeelte van het huis. Wilt u soms nog iets drinken voor u naar bed gaat? Oh, juffrouw Pickering, hoe raadt u het zo? Ik ben verkleumd tot op de watten. Koffie of thee? Nou, u hebt zeker niet iets sterkers? Ik heb geen alcohol in huis, als u dat bedoelt. Ik hoop dat u geen drinker bent, kolonel. Oh, lieve hemel, nee. Alleen af en toe maar zo voor de gezelligheid. Maar u bent toch niet aangesloten bij de gehele onthoudersbeweging, hè? Daar stond niets van in de advertentie. Geen geheel onthouder, kolonel. Maar het is hier ook geen koor. Thee of koffie? Koffie graag. Heet en sterk. Dat kunt u gerust aan mij overlaten. Zo. Serveer het in de zitkamer. Gaat u zitten, kolonel. Dank u. Er gaat niets boven de lucht van echt vers gezette koffie. Oh, als ze nou ook maar eens een manier konden vinden om het net zo te laten smaken als het ruikt. Mijn koffie smaakt uitstekend, kolonel. Oh, ja, natuurlijk. Zwart of met room? Een heel klein scheutje room graag.
zo, ja, dank u. Oh, heerlijk. Verrukkelijk. Oh, wat heerlijk. Neem, hè, wat een prachtige Chippendale hebt u daar staan. Ja, prachtbuffet, zeg. Werkelijk schitterend. Hebt u verstand van antiek? Nou, nee, het is niet mijn vak. U doet een industriediamant, is het niet? Daar stond iets over in uw brief. Ja, dat is zo, ja. Ik blijf 2 weken hier in de buurt om klanten te bezoeken. Lijkt me erg interessant. Och, je bent een soort verkoper. Is niet wat ik gewend was. En betalende gasten in huis nemen is niet wat ik gewend was. Daar ben ik door de omstandigheden toe gedwongen. Financiële omstandigheden. Juist, ja. Dit huis ligt erg eenzaam. En het bevat een heleboel dingen die van onschatbare waarde zijn. Kostbaar antiek dat generaties lang in mijn familie is geweest. Daarom ben ik ook erg kieskeurig met het soort gasten dat ik in huis neem. Ja. En dat is ook de reden dat ik altijd eerst informatie inwin. Ah, yes, ja. En daarom hebt u een alarmsysteem aan laten leggen? Ja, dat moest, voor de verzekering. Ze hebben 3 keer geprobeerd hierin te breken. Je zou toch zeggen dat meubelen en dat soort dingen veel te zwaar voor inbrekers zijn? Ze waren ook niet op meubelen uit. Oh, nee? Ik praat te veel. Nog koffie? Ja, graag. Alsjeblieft, is mijn kopje. Oh. Zeg, u hebt hier een huis zeker niet toevallig een safe? Pas op, u mast. Wacht toch. Waarom vroeg u naar een safe? Ah. Hiervoor. Lijkt zo op het oog een doodgroen pakje. Weet u wat erin zit? Nee. Industriediamant. Het ziet eruit als ieder ander klein doosje. Maar als ik dat morgen aan een van mijn klanten overhandig, geeft hij mij daarvoor een cheque van 157.000 pond. Goeie hemel. Ja, dus als u een safe hebt, zou u me zeer verplichten door dit er vannacht in te willen opbergen. Natuurlijk. Ja, wat is het voor een soort safe? Waarom vraagt u dat? 157.000 pond is een hoop geld, juffrouw Pickering. Ik wil natuurlijk wel graag weten waar ik het in opberg. Ja, ik kan natuurlijk ook het risico nemen en het vannacht onder mijn hoofdkussen stoppen, als u dat liever hebt. Nee. U vindt me natuurlijk ontzettend onbeleefd. Maar ik heb iets heel kostbaars in die safe liggen. En, nou ja, je moet de mensen ook een beetje kunnen vertrouwen. Het is een Venning 4F. Ja, de 4A? Ach, dat is toevallig, die ken ik, zeg. Wat bewaart u in hemelsnaam in een safe van dat formaat? Een parelcornier dat 150.000 pond waard is. Goddugger, hè. Ja, geen wonder dat u me opwachtte met een geweer. Als u me nu wilt excuseren, kolonel. Ik stop uw diamanten in de safe en dan ga ik naar bed. Het ontbijt is om 8:30 precies. Harris, wil je mij de suiker even geven? Alsjeblieft. Dank je. Heeft iemand een nieuwe gast al gezien? Gezien nog niet. Maar als het zijn auto was die vannacht om 3 uur dat helse kabaal maakte, dan heb ik nog een appeltje met hem te schillen. Dan is het dat geweest waar ik wakker van ben geworden. Meneer Harris, ik denk dat de verpikkering het niet leuk zal vinden dat u zit te roken aan het ontbijt. Ja, heb ik even geluk dat ze er niet is. Deze kant uit, kolonel. Goedemorgen allemaal. Morgen, juffrouw Pickering. Rookt u, meneer Harris? Ja, ik geloof van wel. Ik heb het u al ettelijke malen gezegd, meneer Harris. Als u die paar minuten die u nodig hebt om uw voedsel naar binnen te schrokken niet kunt wachten met roken, zal ik me genoodzaakt zien uw maaltijden op een blad in de rooksalon te serveren. Heb ik mij duidelijk genoeg uitgedrukt? Snap het. Ah, bent u daar? Goed geslaagd.
burn-out. Als een roos, mevrouw, als een roos. Oh, ik dacht dat ik u van de oude vroeg hoorde rondscharrelen. Nee, mevrouw, als ik slaap, slaap ik. Zo. Mag ik u even aan uw medebewoners voorstellen? Degene die nu net zijn sigaret uitmaakte, dat porseleinen schaaltje, is meneer Harris, een technicus in de auto-industrie. Hoe maakt u het, meneer Harris? Prima. En de heer die naast hem zit, is dokter Brunch. Dag, hè, dokter. En aan het eind van de tafel, meneer Wakeson. Meneer Wakeson is rechtskundig adviseur. Hoe maakt u het, de Wakeson? Dit is onze nieuwe gast, kolonel Fryant. De kolonel is een ordinaire, brutale bedrieger, een leugenaar en een dief. Wat zei u? Ik dacht dat ik duidelijk genoeg was geweest. Ik zei dat u een ordinaire, brutale bedrieger was. Een leugenaar en een dief. Heb ik soms iets vergeten? U bent stapelgekje, van Pickering. Ik ga hier onmiddellijk met... Bespaart u me die slecht gespeelde verontwaardiging. Als u nog een stap in de richting van die deur doet, bel ik de politie. Wil iemand me even de boter aangeven? Alsjeblieft. Ja. De industriële juweliers. De firma waarbij u zegt in dienst te zijn en die zulke voortreffelijke inlichtingen over u gaven, bestaan helemaal niet, kolonel. Ik heb het adres gecontroleerd. Het is een viswinkel in een achterbuurt. Nee? Het is een vriend van me. Ik laat mijn post daarheen sturen. Het spijt me. Ik had het nooit moeten doen. Maar u wou en u zou informatie zijn. Op geen moment daar gedacht dat u het zou controleren. De grootste fout die u kon maken, kolonel. Ze doet ontzettend pietluttig over de mensen die ze hier in pensioen nemen. Ik weet dat ik in uw geval een grote fout heb gemaakt, meneer Harris. Maar ik wou dat u me er niet steeds aan bleef herinneren. En wat u betreft, kolonel, dat pakje met zogenaamde industriediamant die u me gisteravond gaf, dat was alleen maar bedoeld om uit te vinden waar hier in huis mijn safe is. U hebt een bijzonder levendige fantasie, juffrouw Pickering. Ik wilde mijn kostbare diamanten veilig opgeborgen hebben, dat is alles. Is dit uw kostbare pakje? Ja, dat is het. En ik wil het nu graag terug hebben. Meneer Harris. Wilt u het even voor ons openmaken? Rijd dan af! Ik waarschuw u! Een uitdaging neem ik altijd op. Nou. Laten we allemaal maar in de hoek gaan staan en ons schamen. Het zijn diamanten. Schitterend. Ik hoop dat u nu tevreden bent. Ik heb niet veel verstand van edelstenen, maar ik zie wel het verschil tussen gekleurd glas en diamanten. En dit is glas, kolonel. Ordinaire glazen kraaltjes. Lelijk en onecht, net als u zelf. Ze heeft gelijk. Het is glas. En als u de koffer van de kolonel, die achter in zijn auto staat, openmaakt, vindt u daar in het parelcollier dat hij vannacht uit de zeep gestolen heeft? Is dat waar? Kolonel, geef u mij geen antwoord. Ik zie het al. Hij is hier gekomen met het vooropgezette doel om te stelen. En als zijn auto het niet had laten afweten, dan was hij nu al mijlen ver weg geweest. Dus het was toch uw auto die ik midden in de nacht gehoord heb. Ja, er moet water bij de motor gekomen zijn of zoiets. Oh ja, oké. Ik ben op heter daar betrapt. Maar u hebt uw pijls terug en mij voor gek gezet. Zou u het nog plezieriger vinden om me de gevangenis in te laten draaien? Ik zou het plezierig vinden, kolonel. Geweldig plezierig. Ik had al de pest aan uw soort toen ik nog in dienst was. Maar aan de andere kant heb ik toch wel bewondering voor iemand die een venning-alarmsysteem buiten werking kan stellen. Het spijt me dat ik het zeggen moet. Ik denk wel dat hij het aan kan, juffrouw Pickering. Ja, dat denk ik ook. Wat vind jij ervan, Wakeson? Tja, hij ziet er enorm serieus uit. En toch is het een geweldige schurk.
We hadden het niet beter kunnen treffen. Het schijnt dat u de toets doorstaan hebt, kolonel. Wilt u daar gaan zitten naast meneer Wakeson? Ik ga uw ontbijt klaarmaken. Zou iemand mij misschien willen vertellen wat er hier aan de hand is? U gaat ons helpen bij een overval op een bank, kolonel. Wat? U was de enige waar we nog op zaten te wachten. Nu zijn we compleet. We zijn er allemaal ingetippeld op die advertentie van juffrouw Pickering. We dachten op een gemakkelijke manier onze slag te slaan. En in plaats daarvan zijn we in een hinderlaag gelokt. Een hinderlaag? Nee, ik kan het niet geloven. Zo. Ik heb nog meer ham, als u wilt. Oh, dank u. Ik wil nog wel wat. U dat hebt genoeg gehad. Nou, het is het enige wat hier behoorlijk uit de pan komt. Koffie, kolonel. We hebben de kolonel net verteld hoe we er allemaal ingetuind zijn met die advertentie van u. Te huur aangeboden door oudere dame, afgelegen villa bewonend, enige kamers met volledig pension. Toekomstige bewoners moeten wel liefde kunnen opbrengen voor het vele kostbare antiek, de juwelen en de kunstvoorwerpen die in de villa aanwezig zijn. Goede referenties zijn een eerste vereiste. Heel handig opgesteld, maar het verbaast me toch dat u niet de hele onderwereld aan de deur hebt gehad. Doordat ik die advertentie in een goede krant heb geplaatst, is het sorry-morry wel weggebleven. De meeste, tenminste. Door mij niet zo aan te kijken. Ik zag die krant toevallig liggen toen ik in de bus zat. Daar ben ik toch wel blij om. Afgezien van een paar kleinigheden dan. U hebt zoveel verstand van motoren en zo. Daar zullen we nog heel veel plezier van kunnen hebben. Ja, u hebt die advertentie. Het is heel bewust geplaatst om inbrekers hier naartoe te krijgen. Ja. Juist, ja. En daar hebt u voldoende reacties op gekregen? Oh ja, tot mijn eigen verbazing moet ik zeggen. En kolonel, wat vindt u van het idee om een overval op een bank te plegen? Ja, is het een of andere heel oude bank of hebt u een speciale op het oog? Een heel speciale bank. En een heel speciaal plan. Een verrekt goed plan. We hebben er 4 mensen voor nodig die er goed uitzien en redelijk intelligent zijn. Ze moeten ook een bepaalde vakbekwaamheid hebben. We zijn dus compleet. Mijn bijdrage bestaat uit de volledige voorbereiding en zekere waardevolle inlichtingen. Juist, en betaling? Voor een werkje dat minder dan een uur zal duren, krijgen jullie samen 500.000 pond. Nog wat koffie? Graag. 500.000 pond. Volledig. Erg volledig. Een verdomd aardig van u om het te vragen om mee te doen. Ja, ik ben toch bang dat het niets voor mij is. Ik werk altijd alleen. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Ik ben te oud om nu nog te veranderen. Prima koffie. Dank u. Kijk, juffrouw Pickering, als je voor jezelf werkt, dan weet je dat je werkt met iemand waar je op vertrouwen kunt. Maar als je met vrienden werkt... Ook dieven hebben hun erecode, kolonel. Neem mij niet kwalijk, meneer Wixen, maar clichés en rechtskundige adviseurs wantrouw ik allebei. Ik was rechtskundig adviseur. Heb al lang geen praktijk meer. Dank u voor het ontbijt, juffrouw Pickering. Ik praat natuurlijk met niemand over wat u mij verteld hebt. Veel sterkte. Geluk met alles. Als u me nu niet wilt excuseren. Wilt u zo vriendelijk zijn nog even te blijven zitten, kolonel? We zijn nog niet klaar met ontbijten. U bent hier gast in huis. Gedraag u daar dan ook naar. Zoals u wilt. Uw houding dwingt mij om grof te zijn. U hebt geen keus. U werkt met ons mee, of u daar nou zin in hebt of niet. Ellebogen van tafel, meneer Harris. Zeker dan. Maar u hebt gelijk, kolonel. Het zou volslagen waanzin zijn te vertrouwen op mensen waar u praktisch niets van af weet. Daarom heb ik er ook op gestaan om alles te weten te komen over iedereen die hier in deze kamer aanwezig is. Bijvoorbeeld, waarom de dokter geen praktijk meer mag uitoefenen. Juffrouw Pickering, alstublieft. Het was een bijzonder onsmakelijke geschiedenis, dokter. Ik kan het niet over mijn lippen krijgen. En zeker niet aan het ontbijt. Ik weet ook
waarom meneer Wicks een 3 jaar de binnenkant van de gevangenis heeft gezien. Dat was stomme pech. Ja, pech dat u op de cheque die u wou vervalsen de naam van uw cliënt verkeerd gespeld had. En wat u betreft, meneer Harris... U hoeft mijn verleden niet op te rakelen. Ik doe mee om een heel simpele reden. De centen. En dan u nog, kolonel. In het leger u congé gekregen. Ontslagen bij de veiligheidsdienst waar u werkte, omdat er toevallig altijd werd ingebroken bij die klanten waar u een alarmsysteem had aangelegd. En ik geloof dat er ook nog wat onduidelijkheid bestaat over uw rang in het leger. Oh, is niet belangrijk. Wat is het dan? Korporaal? Nou, moet je eens goed naar me luisteren, Harris. Zo is het wel genoeg. Met die vent ga ik niet aan de slag. U hebt geen keus. Vindt erg vervelend om de politie te moeten bellen en een aanklacht tegen u in te dienen wegens diefstal. Neem aan dat de gevangenis voor u geen onbekende plaats is. Dat zou u niet doen. Dat zou ik zeker wel doen, kolonel. Je kan alles van haar zeggen. Ze is een oplichter, ze berooft banken, maar ze houdt woord. Het enige waar ik in deze hele zaak spijt van heb, meneer Harris, is dat ik u erbij heb gehaald. Je kunt van de anderen zeggen wat je wilt, maar het zijn in ieder geval heren. Maar de heren kunnen niet zorgen voor een bestelwagen waar we mee kunnen smeren. En de heren kunnen ook niet met de ploertendooier omgaan. Ploertendooier? Nee, dat is mijn stijl niet. En wat doen we als iemand ons probeert tegen te houden, kolonel? Geven we hem een handje? Er wordt absoluut geen geweld gebruikt. Ik sta het niet toe. En dat zal ook niet nodig zijn. Wilt u dat goed onthouden, meneer Harris? Ik zal er strafregels van maken. Waar staat die bank die we gaan beroven? Ongeveer 20 kilometer hier vandaan. U gaat daar vanmiddag een rekening openen. Met wat? Ik heb geen geld. Meneer Wakeson is een expert in het namaken van cheques. £350 is wel genoeg, denkt u ook niet? U bent veiligheidsagent bij een bank in Zuid-Afrika en u bent hier met ziekteverlof. Ik geef u een paar introductiebrieven mee. Oh ja, en we moesten natuurlijk u ook een andere naam geven. We vonden dat majoor Charles Sales een mooie rechtschapen klank had. Ja, ik hoop dat u daar geen bezwaar tegen hebt, tegen deze degradatie. Als het voor goede zaak is. Oh ja, en ik heb ook nog de vrijheid genomen u het Zilveren Kruis van Verdiensten toe te kennen. Dat heb ik toevallig al. En wat gebeurt er als ze ontdekken dat die cheque vals is? Het neemt 3 dagen voor een cheque gecontroleerd wordt. In die tijd zijn we al mijlen ver weg de bloemetjes aan het buiten zetten. Wanneer gaan we dit zakje opkrap? Oh, had ik u dat nog niet verteld. Morgenmiddag. Morgen? We zullen alle onderdelen met u bespreken als u de bank goed bekeken hebt. Oh ja, dat is waar. Als u even tijd hebt. Zou u me dan de parels terug willen geven die in de bagageruimte van uw auto liggen? Als u ze bij daglicht goed bekijkt, zult u zien dat ze net zoveel waard zijn als uw industriediamanten. Maar nu moet ik voor mijn lunch gaan zorgen. Meneer, wat is de naam ook wel? Oh ja, meneer Harris. Ja, kolonel. U bent automonteur, hè? Jazeker. Ach, misschien zou u dan even naar mijn auto kunnen kijken. Ik heb hem vanmorgen om 2:30 niet aan de gang kunnen krijgen. 3 uur. En was hij gisteravond nog in orde? Absoluut. Hier. Doe dit dan maar weer op zijn plaats. Wat is dat? Hier is het rotortje. Stop het maar weer in de verdeelkap en hij loopt als een naaimachientje. Krijgt u altijd zo kleur als u kwaad wordt? Meneer Sales. Huh? Oh, ja. Ik ben de directeur. Mijn naam is Lesbridge. Komt u binnen. Gaat u zitten. U wilt hier een rekening openen? Precies, maar het zal een tijdelijke rekening moeten zijn. Ik blijf hier niet langer dan 3 maanden. Oh. Ik werk in Zuid-Afrika. Ik ben met ziekteverlof. Ik
rekketak. O jee, laten we dan maar hopen dat u weer gauw opknapt. Ik ben nog nooit in Zuid-Afrika geweest. Het moet een schitterend land zijn. Huh? Allemaal diamanten en blikjes fruit. Ook nog wel andere dingen. Ik wou dit bedrag graag op uw bank storten. Hier heb je de cheque. Ja, 350 pond. Ik zal even iemand laten komen om het in orde te maken. Ach, wij vragen wel altijd referenties. Hier hebt u een brief van mijn firma. Internationale beveiligingssystemen Zuid-Afrika, majoor Charles Sales. Hoofdbeveiligingsdienst. Ja, interessant. Hier heb ik nog een introductiebrief voor u. Persoonlijk van de directeur van uw filiaal in Camberley. Camberley? Ja. Goeie help. Ik heb maar nooit gerealiseerd dat we daar ook een filiaal hadden. Oh, wat twee keer zo groot als hier. Hier. Hierbij introduceer ik majoor Sales bij u, een zeer gewaardeerde klant en een persoonlijke vriend. Wees u zo vriendelijk hem in alles behulpzaam te zijn. Geadresseerd aan mij persoonlijk. Hij heeft uw naam opgezakt in het jaarboek voor de bank. Oh. Hij schreef dat uw firma de alarminstallatie in zijn filiaal heeft aangebracht. Dat klopt. Wij zijn erg trots op ons eigen alarmsysteem. Ik ben erg benieuwd wat u ervan vindt. De bedoeling is me te erger, meneer Harris. Zal het u plezier doen te weten dat u daarin volkomen bent geslaagd? Ja, wat heb ik nou weer gedaan? Dat walgelijke geluid. En kijk eens naar uw handen. Ze zijn smerig. Ja, we gaan een bank beroven, niet naar een of ander pokkenvee. Na morgen kunt u net zoveel schelden als u wilt. Maar onder mijn dak sta ik dergelijke onbeschaafde taal niet toe. Ik zal mijn mond uitspoelen met water en zeep. Gebruik daar dan ook wat van voor uw handen. Nog een plakje eigen gebakken cake, meneer Wakeson. Nee, dank u. Ik heb meer dan genoeg gehad. Ja, ik dacht ook al dat hij bedurven was. Oh, daar is de dokter. Thee in de tuin. Wat gezellig. Ja, maar hij smaakt er niet beter door. Eén ding moet ik zeggen van uw eigen gemaakte cake, juffrouw Pickering. Hij is niet te vreten, maar hij jaagt wel de wespen weg. Ik zeg ook niet dat mijn kookkunst voortreffelijk is, meneer Harris. In vroeger dagen hadden we personeel voor dat soort dingen. Thee, dokter. Graag. Oh, die vruchtencake ziet er heerlijk uit. De kolonel zou nu toch zo langzamerhand terug moeten zijn van de bank. Ik zag hem een paar minuten geleden de oprijlaan inkomen. Heb je de bestelwagen, Harris? Ja, natuurlijk. Dat hebben meneer Weeksen en ik vanmiddag afgehandeld. Attentie! Ja. Thee voor de kolonel. Oh, thee in de tuin. Heerlijk. Zal staan. Zeg, ik kon mijn auto niet in de garage zetten. Iemand heeft er een bestelauto van tafeltje dekje in gezet. Vraag permissie om de schuld op me te nemen, kolonel. In gevolge van het reglement van orde ben ik met mijn wettige adviseur, die daar zit, op uitgetrokken en heb hem gestolen. Gestolen? Oh, dank u. Nou ja, om precies te zijn, we hebben hem meegenomen zonder toestemming van de eigenaar. Als we morgen klaar zijn met dat klusje op de bank, dan krijgen ze hem weer terug. Nou ja, als ze hem herkennen tenminste. U hebt uw cake niet opgegeten, dokter. Even flink zijn. Kan iemand mij misschien uitleggen waarom we een bestelauto van tafeltje dekje nodig hebben? Mag dat voor u een wagen van tafeltje dekje zijn, maar als ik hem vannacht gespoten heb, is het een ambulance. En dan vraagt u natuurlijk weer, waar hebben we een ambulance voor nodig? Hou nou eens even uw mond, meneer Harris. Neemt u een sandwich of een plakje cake, kolonel? Ja. En wat denkt u van de bank die we hebben uitgezocht? Nou, als u nog steeds van plan bent om die bank morgen te beroven, vergeet het maar. Die hebben zelfs alarmsystemen om de andere alarmsystemen te beveiligen. Hebben ze u rondgeleid? O ja, ja, ik moet zeggen, uw brieven hebben wonderen gedaan. Ze waren zo trots als pauwen om hun beveiligingssysteem aan een vakman te laten zien. Ik ben niet in de kluis geweest, dat is waar, maar ik kan me niet voorstellen dat ze daar geen alarm zullen hebben. De kluis is een Excelsior met een Venom-computer en een circuit van 3 dubbele tijdsloten. Hoe weet u dat? Ik heb hier het schema van het alarmsysteem van de bank. Goeie
gek. Oh, je hemel zeg. Waarom wou u dat ik daarheen ging terwijl u dit al had? Altijd beter om een verslag te krijgen van iemand die er zelf geweest is. Ja. Maar hier kan je nou wel op zien waar al die alarmbellen zitten. Maar daarmee heb je ze nog niet uitgeschakeld. Kijk, ze hebben alarmsystemen die werken met luchtdruk, met warmte, met geluidsgolven, met elektronische camera's. Nou ja, als je daar 's nachts één teen binnen de deur krijgt, gaan ogenblikkelijk minstens 3 installaties tegelijk werken. We hebben er ook niet over gedacht om het 's nachts te doen. Waarom zullen we al die moeite op onze hals halen door in te breken, terwijl overdag de deuren voor iedereen openstaan? Iedere kassier heeft op de grond een geheime knop vlak bij zijn voet. Er hoeft maar iets verdachts te zijn en de kogelvrije luiken komen omlaag. De buitendeuren gaan automatisch op slot. En de alarmbellen rinkelen op het politiebureau dat er pal tegenover ligt. Als u dat soms nog niet opgemerkt had en de kluizen vallen dicht in de automatische tijdsloot. Nou, dan kunnen we het wel vergeten. Maar ja, er moet toch ergens een zwak plekje zijn. Ja, maar laten we nou eens aannemen dat we op een of andere wonderbaarlijke manier toch kans zien om in die kluis te komen. Dan moet je door een hek. En er zijn 2 sleutels nodig om dat open te maken. De directeur heeft er 1 en de hoofdkassier heeft de andere. Nou, als je dat dan ook nog gelukt is, dan kom je tot de ontdekking dat die kluizen op de uren dat de bank open is, altijd op het tijdslot zitten. De tijdsloten gaan om 3:50 open. Dan kunnen ze de ontvangsten van die dag veilig opbergen. Om die tijd zijn we al binnen. Zijn we binnen? Na sluitingstijd? Zonder argwaan te wekken? Ja. Nog een kopje thee? Ja, graag. Nou ja, goed. Als u een plan hebt, laat het dan maar eens horen. Het moet wel die speciale bank zijn, kolonel. Omdat die altijd het meeste geld in huis heeft. Dit weekend gaan 4 grote plaatselijke firma's die samen 1500 man personeel hebben, 3 weken met vakantie. In die tussentijd sluiten ze. Vrijdagochtend om 10:00 gaan 2 gepantserde bestelwagens naar de bank om de lonen en het vakantiegeld op te halen. Het zijn bankbiljetten van 1, 5 en 10 pond en die zitten in verzegelde zakken. Dan zijn er nog kistjes met klein geld. En het ligt allemaal vlak achter de deur van de kluis. Oh, u beschikt over heel wat informatie. De mensen respecteren me en praten met me. Ze praten blijkbaar nogal openlijk. Om hoeveel geld gaat het? Iets meer dan 1,5 miljoen pond. 1,5 miljoen? Ik wist niet dat het zoveel zou zijn. Ja, misschien ligt het aan mij. Je wordt een beetje doof op mijn oude dag. Maar ik dacht dat u gezegd dat de buit maar 500.000 zou zijn. Ik zei dat jullie aandeel 500.000 pond zou zijn. 125.000 voor ieder van jullie. Als organisator neem ik de rest. Dus wij krijgen ieder 10 en u 60%. Ha, een royale provisie, dat moet ik zeggen. Kunnen ze die nou te zeuren? U was gewend om 100% van uw klanten te nemen. Ik vind u een erg vervelende man. Haar provisie doet er verder niet toe. We hebben toch genoegen genomen met 125.000 man? Ja, maar moet zonder haar zouden we dit nooit van de grond gekregen hebben. Mag dan met thee slurpen, maar eerlijk is eerlijk. Dank u zeer, meneer Harris. Tot uw dienst, dame. U wappert met dat geld alsof het confetti is. Ja. Hebt u enig idee van de omvang en het gewicht van 1,5 miljoen pond? Je kan het niet in je broekzak mee naar buiten smokkelen. Je krijgt het idee in de koffer. Hoe denkt u het eigenlijk de bank uit te krijgen? Ha, op klaarlichte dag. Wel eens een hartinfarct gehad, kolonel? Nee. Dan krijgt u er morgen een. Het plan is als volgt. Heel eenvoudig. Daar bent u. Ik vroeg me al af waar u gebleven was. Laatste sigaretje. Hoort u dat? Ja, de nachtegaal. Prachtig, hè? Dit is het uur van de dag waar ik het meest van hou. Het lijkt wel of de rozen 's avonds veel sterker geuren dan overdag.
kijk eens naar die zonsondergang. Ja, dan verzoen je je weer met het leven. Ach, ik krijg nooit genoeg van dit uitzicht. Ja, morgen om deze tijd is het allemaal achter de rug. En dan gaan we ieder, helaas, onze eigen weg. Ja. Ik weet wel dat er een zaken niet zijn, maar... Als ik zo'n schitterend oud huis had en zo'n prachtige tuin, zou ik meer dan tevreden zijn. Ik zou me niet inlaten met misdaad en misdaders, zoals Harris en ikzelf. Kolonel, dit huis is al in onze familie sinds 1742. En als ik begin volgende maand geen 120.000 pond heb, wordt het verkocht. Verkocht? Mijn vader is vorig jaar gestorven. En hij liet nogal wat schulden na. Grote schulden. Ik heb zoveel als ik kon afbetaald. Maar hij had ook veel geld van de bank geleend. En die nam het huis als onderpand. En nu wil de bank het geld terug. En dat is niet eens onredelijk. Ik begrijp het, lieve. Het mag toch lieve zijn. Ach, kolonel. Laten we maar hopen dat het morgen allemaal klopt. Het moet. Het moet. Laten we even naar de garage lopen en kijken hoe ver meneer Harris is met het spuiten. Ja, dat ons gaan. Oh, wat een vrouw. Nou, wat denkt u ervan? Geweldig! Een ambulance. Tot in de kleinste details. Nou ja, het is mijn vak. Ik was de spuitkoning. De jongens pikten 's morgens een blauwe wagen en 's middags verkochten we een gele. En als de nieuwe eigenaar pech had, pikten ze hem weer. En we verkochten 's avonds een bruine. Ja, maar met alleen overspuiten krijg je hem toch niet zo, hè? Maar dit is van origine een ambulance. Tafeltje Dekje heeft hem overgenomen van het ziekenhuis en hem in hun kleuren overgeschilderd. Meneer Harris moest hem alleen maar in de oude staat brengen. Is het nog gelukt met de sirene? Ja, die moest ik namaken. Hier, luister. Nee! Oh, uitstekend! En allemaal gedaan met een bandrecordertje en een luidspreker. Heel goed. Als u gewassen bent en andere kleren hebt aangetrokken, komt u dan nog even bij ons in de zitkamer voor de laatste instructies. Ja, zeker, dame. Het uniform is me nog steeds te weg. Zieke broeders dragen geen maatpakken, meneer Wakeson. Hoe zit dat van u, meneer Harris? Uitstekend. Ik heb het gevoel dat ik zo de straat op kan en gaan helpen bij een bevalling. Goed zo. Hoe beter je een rol aanvoelt, hoe beter je hem speelt. U weet dus allemaal wat u morgen te doen hebt. Natuurlijk. Hoe laat hebt u die afspraak met de directeur van de bank, dokter? 3:15, maar ik zorg dat ik te laat ben, zodat het bijna 3:30 is als ik daar aankom. Ja, maar zorg ervoor dat u niet te laat bent. Ze sluiten de deur om 3:30 en daarna laten ze niemand meer binnen. U bent dan al binnen om geld te storten, kolonel. Dat hebben we nou al 100 keer doorgepraat. Het spijt me, maar er staat ontzettend veel op het spel. Ik wacht op jullie bij de tweesprong, halverwege het bos. Jullie laden het geld over in mijn auto, dan gaan we ogenblikkelijk uit elkaar en gaat iedereen zijn eigen weg. Een ogenblikje. Hoe zit het met de verdeling? Ieder van jullie krijgt een sleutel van een safe-loket in Londen. Binnen 3 dagen ligt jullie aandeel daarin. Daar hebt u ons nooit iets over gezegd. Ja, en waarom kunnen we het niet meteen verdelen? Binnen een paar minuten zal de politie de hele streek hier uitkammen. Er zullen overal wegversperringen zijn. Ja. Willen jullie tegengehouden worden en gefouilleerd, terwijl je het geld toch bij je hebt? Wat is er aan de hand? Vertrouwen jullie me niet? De anderen zijn te veel hier om het te zeggen, dus zeg ik het maar. Ze vertrouwen u niet. Maar voor een eenvoudig type zoals ik ben, lijkt het me heel verstandig om het te doen zoals u van plan bent.
En als u ons zou proberen te bedriegen, dan weten we natuurlijk waar u woont. Dank u. En dan stel ik voor dat we nu allemaal vroeg naar bed gaan. Ja. Ja. En hoewel ik persoonlijk geen sterke drank in huis wil hebben, vind ik dat dit toch wel een hele speciale gelegenheid is. Meneer Harris, pak de glazen dus uit de kast. Laten we voordat we naar bed gaan drinken op ons succes. Toch geen eigen gemaakte wijn, hè? Nee. Nou, laten we dan maar drinken op de voorspoedigste en succesvolste roof op klaarlichte dag. Meneer Jones? Ja, meneer. Hebt u die dokter Roberts al gezien? Nee, meneer. Ja, dat is toch te gek. Hij heeft een afspraak met me gemaakt om 3:15 precies. Als hij niet heel vlug komt, dan zal hij een andere afspraak moeten maken. De deuren moeten om 3:30 dicht. Zeker, meneer. Hé, hey, dag, majoor. Oh, meneer Lesbeth, goedemiddag. Gaat u weer wat geld storten? Ja, ik breng de rest van mijn geld ook maar. Hè? Ja, u bent op het nippertje, majoor. We gaan zo sluiten. Ja, op het nippertje. Kom nou, dokter. Waar blijf je nou? Waarom? Nee, niet zo douwen. Achteruit. Ga eens een beetje met je. Arm kind. Wat is er aan de hand? Is er iets gebeurd? Klein jongetje, overleden. Nou, gelukkig niet ernstig hoor, ik kan zien. Agent, kan ik misschien helpen? Ik ben arts. Niet meer nodig, dokter. Nou mensen, dat was het. Er is niks meer te zien. Ja, laat de ziekenwagen er maar door. Ik heb u nog nooit gezien. Woont u hier in de stad? Nee. Ik ben op doorreis. Maar wilt u me nu excuseren? Ik moet nog wat banken. Oh, dan hoop ik dat u het nog haalt. Het is sluitingstijd. Ja, sluiten, meneer Jones. Het spijt me, majoor, maar u moet nog echt weg gaan sluiten. Oh, ja, natuurlijk. Het spijt me ontzettend, dokter, maar u zult morgen terug moeten komen. We gaan dicht. Ik ben opgehouden. Er was een ongeluk gebeurd op straat, een klein jongetje. Majoor, wat is er? Meneer Joods, vlug. Ja, mijn hart. Oké, ik heb hem. Ik ben arts. Wat is er aan de hand? Hij zegt dat het zijn hart is. Ja, God, dat ziet er niet best uit. Kunnen we hem in uw kantoor neerleggen? Ja, natuurlijk, deze kant uit. Deze kant. Ja, deze kant maar. Ja, in die stoel, ja. Zo, even luisteren naar het hart. Weet u wie zijn huisdokter is? Ik denk niet dat hij er een heeft. Hij is net hier in het land. Hij komt uit Zuid-Afrika. Dat is niet best met hem. Hij moet naar het ziekenhuis. Kan ik hier even bellen? Natuurlijk. Dat nou juist vandaag moet gebeuren. Ja? De ambulance is er, meneer. Goed, laat ze hier komen. Ja, zet de brancard hier. Zo. Dank u, meneer Jones. Is dit de patiënt? Zeker een hartinfarct, dokter? Daar kon je wel eens gelijk in hebben. Ach, meneer Lethbridge, zou u me even dat kleine flesje willen geven dat naast mijn tas staat? Dit? Ja, dank u. Wilt u een paar druppeltjes op deze zakdoek doen? Ruikt naar chloroform. Dat kon best, want dat is het ook. Goed zo, meneer Lethbridge. Ja, ik heb hem. Hier zijn zijn sleutels. Goed, nog een klein druppje erbij en dan zijn we klaar. Meneer Jones, wilt u even hier komen? Ik kom eraan, dokter. Wat is er met meneer Lethbridge gebeurd? Slip hem achter het bureau, Harris. Dan kunnen ze hem niet zien. Zo, en hier zijn de andere sleutels. Zo, kolonel, u kunt uw hartinfarct weer vergeten. Vooruit, naar de kluis. Even, ja. Zo. Dat is de laatste. Aan de onderkant vastbinden. De deken gaat er toch overheen. Ja. Oké, kolonel, de volgende hartinfarct. Vooruit, op de brancard. Ja. Zo. Ja. Nou, de deken. Ja. Nee, Harris moet er meer overheen hangen. Ja, hier. Zo kan je de zakken met geld toch nog zien. Ja, hoe is het zo? Prima.
Ja, til hem nu op. Nee. Oh, nee, jongens. Dat is te zwaar. Die krijgen we nooit naar buiten. We zullen één zak achter moeten laten. Nee, nee, dat kan niet. In iedere zak zit 125.000 pond. Ja, maar als we het nu op kunnen tillen, kunnen we net zo goed weer teruggooien in die kluis. Nee, ik denk dat het niet goed verdeeld is. Schuif die zakken hier naartoe, hè. Dan gebruik ik die als kussen. Ja. Zo, ja. Goed, goed. Nou, fijn. Probeer nou nog eens. Ja. Hoe? Gaat het? Ja, nou, maar dan net anders, hoor. Ja. De deur, dokter. Ja, daar gaan we. Bedankt voor alles, meneer Lesbreed. Ik ben u vanuit het ziekenhuis. Goedemiddag. Ze zitten allemaal naar ons te kijken. Ja, natuurlijk. Je ziet toch niet elke dag iemand op een bank de bank uitdragen. Nou, kom, loop door. Openmaken, politie. Goed hemel. Wat doen we nou? Ze afbluffen. Hou je klaar om te smeren, kolonel. Ja, kom maar aan. We zagen de ziekenwagen buiten staan. Wat is er aan de hand? Een van de klanten heeft een hartinfarct gekregen. Oh ja? U hebt het druk vandaag, dokter. Ja, het ongeluk schijnt me te achtervolgen. Hartinfarct? Hij moet zo gauw mogelijk naar het ziekenhuis. Welk? St. Clemens? Ja. Nou, dan moeten we nog een paar drukke straten. Wij rijden wel voorop. Een beetje achteruit, mensen. Laat die brancarda door. Binnen de 5 minuten vinden ze de directeur en dan breekt de hel los. Ik bedenk wel iets. Als we mensen maar in de wagen hebben. Ik help u wel even. God, die is zwaar, zeg. Dokter, gauw, kijk eens. Ik geloof dat hij er geweest is. Geweest is? Oh, mijn stethoscoop. Ja, ik denk dat het geen spoedgeval meer is. Hij is dood. Nee. U hoeft nu ook niet meer met ons mee te rijden. We kunnen het nu rustig aan doen. Spreek het u niet zo aan, dokter. U kunt ze niet allemaal in leven houden. Helaas niet. Doe het laken over zijn gezicht, Harris. Ja. Goed, Wakeson. We kunnen. Is het gepermitteerd dat ik weer bijkom? Als u met alle geweld wilt. Ik vond het idee dat u dood zou zijn helemaal niet gek. Rekende net uit hoe groot mijn aandeel dan zou zijn. Ik had nooit gedacht dat een hoofdkussen van 125.000 pond zo verdraaid ongemakkelijk zou zijn. Nou, in ieder geval, het is als gelukt. Inderdaad. En nu gaat het veld van een leien dakje. Hé, wat is er? Waarom stoppen we? Nou, we zijn er. Daar staat je verpikkering met de auto. Kom op, kolonel. Help eens even daarna. Ja, kom. Prima. Uitstekend. Even een moeilijkheidje met zo'n dienstkloppen van een agent, maar dat hebben we ook opgelost. Toch niet met gebouwd, hè? Nee. En de directeur? Vlugje gewoon farm, dat was alles. Hij zal nu wel weer bij kennis zijn. Het enige wat hij overhoudt is een flinke hoofdpijn. En een gevoel van een enorm verlies. Zo is dat, dokter. Zal ik rijden? Nee, ik ben bang dat we u teleur moeten stellen. Wat bedoelt u? Nou, dit is het punt waar onze wegen zich scheiden, mevrouw. Hier nemen wij afscheid van u en u neemt afscheid van het geld. Maar we waren toch overeengekomen? We hadden toch afgesproken? Een overeenkomst die onder dwang gemaakt is, is niet rechtsgeldig. Had u nou werkelijk gedacht dat we u 60% zouden laten houden? En ik dacht nog wel dat ik met heren te maken had. Oh, ja. Hoeveel willen jullie dan hebben? Alles. Spijt ons erg, mevrouw, maar u was nogal naïef, vindt u ook niet? Vond u niet erg toevallig dat u op uw advertentie precies dat soort mensen kreeg dat u hebben wil? Wat bedoelt u? Eerst kwam de dokter. Nou, zo gauw hij erachter was wat u wilde, heeft hij contact met ons opgenomen. Ach, juffrouw Pickering, we hebben al veel vaker met elkaar samengewerkt. Ja. En ik heb u nog zo gewaarschuwd dat u voorzichtig moest zijn met de mensen die u uitkoos. Maar ja, daar hebt u nu niets meer aan, hè. Door schade en schande wat je wijst, moet u maar denken. En de volgende keer zult u wat beter uitkijken. Kom op, kolonel, laten we hem nou smeren. Ja, best goed.
zal mijn woord wel hebben gehouden. Onthoud dat, ik zal echt mijn woord wel hebben gehouden. Ik had Een beetje, ik weet het niet, maar ik voel me toch een beetje schuldig. Je doet je wel beter voelen als je je centjes helemaal in de hand hebt. Hé, wat doe je nou? Even kijken. Al dat heerlijke geld, zeg. Nee, dit is niet waar. Huh? Wat is dat? Hier, papier. Wat is? Alleen maar papier. Wat? Witte blaadjes papier. Wat je nou? Nee. Deze ook. Geef hier dat mes. Heren, we zijn bedonderd. Ik begrijp het niet. Kijk eens wat ik hier net vind in het handschoenenkastje. Nee, kijk, hier is een pruik. Een grijze pruik. Oh, maar nou snap ik ook waarom ze het alarmsysteem niet te controleren terwijl ze er zelf een volledig uitgewerkt schema van had. Waarom dan? Zo? Omdat de politie dan nooit op het idee zou komen dat het door eigen mensen was gedaan. We houden uw man vannacht nog hier in observatie, mevrouw Lethbridge. Hij heeft een lichte shock, maar geen lichamelijk letsel. U kunt zo lang blijven als u wilt, hoor. Dank u, zuster. John? Hallo, Bert. Hoe is het nou met je? Met mij gaat het best. Ik dacht alleen dat het er beter uit zou zien als ik nog een beetje versuft was. En hoe is het bij jou afgelopen? Ze hebben zich helemaal niet aan onze afspraak gehouden. Nou. Ze hebben hem als een paar oude schoenen laten vallen en reden weg. Ik zou er heel wat voor over gehad hebben om hun gezichten te zien als ze die geldzakken openmaken. Nou ja, we hoeven ze nou in elk geval hun aandeel niet uit te betalen. Laat dat een les voor u zijn, heren. Ik heb toch wel een beetje meelij met ze. Ze hebben zo hard gewerkt. Net als wij. Al dat papier op maat snijden. Als de mensen nog maar eens willen inzien dat het makkelijkst is om een bank te beroven door een poosje dubbele boekhouding te voeren en dan een beroving op het hout te zetten om de cijfers weer in evenwicht te krijgen. Oh, liefertje, wat heerlijk. 1,5 miljoen pond ergens veilig voor ons opgeborgen op een andere bank. Nou, dat is toch wel een beetje chloroform waard, niet? Zeg, je hebt toch geen spoor achtergelaten in het huis? Nee. Ik breng morgen de sleutels terug. Nou ja, goed. De bank fungeert toch alleen maar als executeur. Ik verheug me er zo op om nu eindelijk eens te kunnen gaan drinken, roken, vloeken. En niet meer die afschuwelijke grijze pruik te hoeven dragen. Hier, schat. Een druifje. Mm, dank je. We kunnen ons nu toch wel een kokkin voorloven, vind je ook niet? Roof op klaarlichte dag door Rodney Wingfield. Vertaling Lies de Wind. Rolverdeling Miss Pickering, Annie Meunier. Kolonel Fryett, Willy Ruys. Dr. Brunch, Wim de Haas. Harris, Frans Kokshoorn. Wakeson, Paul van Gorkum. Lethbridge, Niek Engelsman. Verpleegster, Joke van den Berg. Jones, Frans Zuidenga. Politieagent, Hans Hoekman. Technische realisatie, Beer Gertenbach. Assistentie, Bram Hengeveld. Ruggie, Bert Dijkstra.